Ik ben Maaike de Vreeze. Ik ben afkomstig van Brugge. Ik ben criminoloog van opleiding, mama van twee kindjes en nu dus volksvertegenwoordiger voor de N-VA. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? De voorbije jaren heb ik gewerkt op het kabinet van Theo Franken achter de schermen als zijn veiligheidsadviseur, expert in migratie en veiligheid. En in West-Vlaanderen hebben ze gekozen voor verjonging en vernieuwing. En zo kwamen ze eigenlijk bij mij terecht, is de vraag gesteld. En ik heb daar volmondig ja op gezet, omdat ik me nu 100% wil inzetten voor de N-VA, voor de schermen. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? We zijn eigenlijk in de late namiddag samen met een aantal kandidaten uit West-Vlaanderen vertrokken richting Brussel. Om daar op het partijsecretariaat samen met de partijtop en ook een ploeg van jambers de resultaten te volgen. Maar de eerste resultaten liepen al binnen in de auto, toen we in de auto zaten. En er werd eigenlijk al snel een tendens duidelijk. Bart Wever heeft uiteindelijk zijn speech gedaan. En daarna ben ik zo snel mogelijk terug naar West-Vlaanderen gegaan, naar Roeselaren, waar onze sympathisanten en militanten op ons aan het wachten waren. En daar hebben we eigenlijk met een goede pint, in mijn geval een goed glaasje wijn, de verkiezingen verwerkt en samen besproken. Bent u tevreden met het resultaat? N-VA is nog steeds de grootste fractie en de grootste partij in Vlaanderen. Dus daar ben ik tevreden mee. Maar we kunnen er niet van uit dat er ook een daling is geweest. En daar kan ik niet tevreden mee zijn. Nu, in West-Vlaanderen heeft die daling zich ook ingezet. Maar daar zijn ook een aantal verzachtende omstandigheden voor. Dus de tendens was in Gans-Vlaanderen eigenlijk zichtbaar. En zoals ik al zei, zijn we met een jonge en vernieuwde ploeg gegaan. Met twee nieuwe lijsttrekkers, met twee nieuwe kandidaten op de tweede plaats. Dus wij hebben in een zeer korte sprint een naambekendheid moeten maken. En wat mijn eigen resultaat betreft, met bijna 15.000 voorkeurstemmen voor een eerste deelname, ben ik daar wel tevreden mee. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ik heb eigenlijk altijd de luxe gehad van een zeer boeiende, interessante job te hebben. De voorbije jaren in mijn carrière op het kabinet van Theo Franken, maar ook bij de dienst Vreemdelingenzaken. En ik zal dus ook niet voor minder gaan op het Vlaams niveau als Vlaams parlementslid. Dus daar verwacht ik ook een boeiende en uitdagende job waar ik resultaten kan halen. Resultaten in de verwachtingen van de mensen die voor mij gestemd hebben. Dus die resultaten wil ik waarmaken. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ik ga mijn mandaat niet combineren met een andere job. Dus ik was federaal ambtenaar. Die job zal ik laten om fulltime als parlementslid mij te engageren. Maar ook word ik senator. Dus dat is wel iets dat ik combineer met mijn als parlementslid. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Wel, een 9-to-5 job heb ik eigenlijk nooit gedaan. Dus mijn familie en mijn gezin zijn dat eigenlijk al gewoon. Ik pendel ook reeds 10 jaar naar Brussel, dagelijks. Op het kabinet van Theo Franken was het ook zeer druk. Hebben we de ene crisis gehad na de andere. Dus ook dat is mijn familie en mijn gezin en mijn vrienden zijn dat gewoon. Wat er nieuw bij komt is het feit van een publiek ambt. Ik word herkend op straat, ik word daar ook over aangesproken. Maar tot nu toe zijn dat alleen enthousiaste en positieve reacties. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Ik ben de voorbije jaren gekend voor mijn dossierkennis en voor het feit dat ik een harde werker ben. Dus ik wil een betrouwbaar parlementslid worden, gekend voor zijn harde werken en voor zijn dossierkennis. Als ik dat niet kan bereiken in de komende 5 jaar, met daaraan gekoppeld de nodige resultaten die gedragen worden door de burger, door de burgers die voor mij gestemd hebben, dan mag de kiezer mij daarop afrekenen.